Een van de meest simpele systemen voor het feedervissen is de hoofdlijn pakken. Een lust maken van zeker een 30 centimeter, zeg maar. En dan een keer of drie doorhalen. Hop. En nog een keertje. Goed aantrekken. Je knipt hem aan één kant. Knip je hem zeg maar ongeveer zo'n 15 centimeter van de knoop. Knip je hem af. Het korte uiteinde van het afgeknipte lusje maak je een speldwarteltje. Heel eenvoudig met een halve bloedknoop. Keer of vier omdraaien, vier, vijf keer zo. En het uiteinde door het openingetje steken. Hier komt de voerkorf aan. Ik zal hem er gelijk aanhangen. Hup, open speldwartel. Hup, daar hangt hij. Aan het korte lijntje hangt dus nu de voerkorf. Het lange uiteinde hier maak je een lusje aan. Heel simpel. En aan het lusje, daar komt het onderlijntje dadelijk. Dus zeg maar hier de lus in maken zo. Hup, 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 hup. Hier komt de onderlijn aan. Hier hangt de voerkorf. Heel simpel.